We hebben pas een jaar geleden in de nalatenschap dozen van mijn moeder hebben we brieven gevonden die mijn vader aan mijn moeder heeft geschreven. En dat is heel bijzonder om te lezen, helemaal uit die tijd, die oorlogstijd, onderduiktijd. Vanuit de visie van onze moeder natuurlijk een heldendaad was verricht. En zij heeft dat nadrukkelijk ook uitgedragen. En terecht overigens, en heel begrijpelijk. Maar het was natuurlijk wel een eenzijdig beeld. Het was alleen maar van Derk met de bankoverval, het verzet. De indrukwekkende overval op de Nederlandse bank in Almelo is een veelbesproken heldendaad. In de nacht van 15 november 1944 wordt de kluis daar leeggeroofd door het verzet. Met een fatale afloop voor veel van de verzetshelden. Het gaat de geschiedenisboeken in als de grootste bankoverval aller tijden. Voor nabestaanden voelt het alsof alleen deze verzetsdaad telt, waardoor anderen worden overschaduwd. Frank Kraken gaat op zoek naar het gehele verhaal achter deze overval en achter de verzetshelden. Ja, dit is de kluis. Hier heeft 77 miljoen gulden gelegen. Bijna een half miljard cash in deze kluis. En het gevoel als je hier naar binnen gaat, dat moet ongeveer overeenkomen met het gevoel wat die bankovervallers van destijds, die verzetstrijders, hebben gehad toen ze de kluis van de Nederlandse bank ingingen. Een kluis vol met geld, zover je kon kijken geld. Hij puilde uit, zelfs zoveel dat het er bijna niet in paste. En ze hebben 46 miljoen meegenomen. 300 miljoen euro omgerekend. En die 46,1 miljoen, om exact te zijn, die hebben ze vervoerd in een vrachtwagen in 13 kisten en uiteindelijk verstopt in een hooiberg. Die fascinatie van, ja, de grootste bankoverval ter wereld, 46 miljoen gestolen. Dat is bijzonder dat dat in Almelo is gebeurd. He, niet in Tokio, niet in Londen, niet in Amsterdam, maar in Almelo of all places, in Twente. Hoe dan? Hoe zit dat? En wie waren die mensen? Dus eigenlijk, naarmate ik mij er meer in verdiepte, had ik alleen maar meer vragen. Ik wilde heel graag weten, wat was de achtergrond van die jonge mannen en vrouwen die dat gedaan hebben? Waarom hebben zij dat gedaan en die honderdduizenden anderen niet? Waarom juist zij? Uit wat voor nest kwamen ze? Hoe zagen die gezinnen eruit? Wat was hun achtergrond? Wat was hun opleiding? Gingen ze naar school? Werkten ze al? 1001 vragen. En daar ben ik ben naar de antwoorden daarop op zoek gegaan en die heb ik gevonden. Voor deze antwoorden sprak Frank met Nico van Esmond in het Huis van Bewaring in Almelo. Zijn vader, Derk Smoes, was het hoofd van de knokploeg die de overval mogelijk heeft gemaakt. Hij werd na deze laatste heldendaad opgepakt en overleed in een concentratiekamp. Dat is de plek waar mijn vader, nadat hij na de bankoverval op de Nederlandse bank met anderen is gepakt, naar het verhoor naartoe gebracht is, in afwachting van het transport naar de Kruisberg, zoals later bleek. En dat blijft een punt wat we ons blijven herinneren van dat het hier gebeurd is. En zeker toen we nog in Almelo wonen, was dat zeker een zaak die je wel aansprak. Ik heb hem eigenlijk niet gekend. Misschien één of twee keer in een flits gezien, maar dat is dan een emotionele herinnering die ik niet reëel kan schetsen en ook niet uit eigen ervaring dat ik iets met hem heb meegemaakt. Dat is jammer, maar ook niet anders. Derk Smoes was getrouwd en woonde met zijn vrouw en drie kinderen in Vriezeveen. Zijn vrouw en kinderen bleven alleen achter na zijn dood in 1945. Zij vertelde haar kinderen over de vele heldendaden van hun vader. Vanuit de visie van onze moeder natuurlijk een heldendaad was verricht. En zij heeft dat nadrukkelijk ook uitgedragen. En terecht overigens, en heel begrijpelijk. Maar het was natuurlijk wel een eenzijdig beeld. Het was alleen maar van Derk met de bankoverval, het verzet, de steun aan de pilotenlijnen, het moeten onderduiken, de huiszoekingen, alles wat daarmee te maken had. Dat heeft ons alle drie op een gegeven ogenblik wel geleid om daar toch met een zekere afstand naar te gaan kijken en je eigen mening erover te vormen. En die is in die zin van, niet in negatieve zin veranderd, maar dat krijgt wel meer nuances. Deze nuances vond Henk Meulebelt in de nalatenschap van zijn ouders. Zijn vader en moeder Henk Meulebelt en Tini Michel namen beide deel aan het verzet.
Later spraken ze daar zelden meer over. Zijn moeder was een stoere fietscourierster en zijn vader een van de bankovervallers. Mijn moeder woonde in een appartement, alleen. En toen kwam ik daar op bezoek. En toen stond deze doos op tafel met op een van de flappen geschreven persoonlijke herinneringen. 40-45 en toen had ik al wel een idee waar het over zou gaan. En toen zei mijn moeder ja, ben aan het opruimen. Deze doos, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Nou ja, kijk er maar eens naar. Dat heb ik uiteraard gedaan. En in die doos talloze documenten, papieren. Vooral herinneren aan hun tijd uit de oorlog. Uit hun tijd dat ze deelnamen aan het verzet. Dit is een hele mooie foto. Dit is in Wierden, weet ik toevallig. En vlak na de oorlog. En deze dame met die fiets, dat is mijn moeder. En zij kijkt op een manier zoals ik heel veel op die foto's uit die tijd heb gezien. Met echt een lachte wereld in. Monteurmachinefabriek. Ja. Vervalste persoonsbewijzen. Dat mijn vader zijn beroep een PTT-beambte is, een technicus. Daar moest ik ontzettend om lachen, want als er iemand twee linkerhanden had, dan was het mijn vader. En dat, bewijs van deelname aan het verzet. Maar ja, natuurlijk, dit was aanleiding voor veel vragen en ook veel verhalen. Bij mijn vader is er altijd sumier in geweest. Hij heeft al 2 of 3 keer deelgenomen aan een interview van 20, 30 jaar na de bankoverval. En daar ging het weer over die 46 miljoen. Nou, ons heeft hij daar verder weinig over verteld. Want hij zei altijd maar die bankoverval. Hij heeft wel gezegd van in een soort getuigenis. Van wat andere mensen hebben gedaan die onderdak boden aan mensen uit het verzet met gevaar voor eigen leven. Dan wel couriersters, zie mijn moeder. Wat die hebben gedaan is net zo belangrijk, dan wel nog veel belangrijker. Dus hij plaatst het graag in het juiste perspectief. Ik heb van de zoon van Tini en Henk heb ik de notities van zijn vader en moeder gekregen. Die heb ik in een van deze grote mappen bewaard. En het is uniek omdat een paar jaar geleden, zijn moeder is inmiddels overleden, maar toen heeft zij nog allerlei aantekeningen op papier gezet die eigenlijk het verhaal in kaart brengen. Nou, dat is bewaard gebleven. En ook het persoonlijke relaas van zijn vader is op papier gezet. En dat hebben we ook nog. Nou, Tini heeft een stuk of 8 briefjes geschreven hier met allemaal teksten over hoe die overval is gegaan, maar ook hoe het verzet in het algemeen ging. Wat ik ook gekregen heb is een ontzettende mooie foto uit de oorlog. En daarin zie je Tini en Henk samen als verliefd stelletje. En dat laat zien dat het leven gewoon in die oorlog is doorgegaan. De oorlog hangt er overheen als een hele zware, klamme deken. Maar ondertussen zijn we gewoon allemaal mensen en het leven wordt geleefd. En dit waren jonge mensen. En Tini Michel kwam uit Wierden, Henk Meulenbelt kwam uit Almelo, zijn verzetsnaam was Henny. En die troffen elkaar, die werden verliefd. Ook dat gebeurt in een oorlog. En ik heb, als je dan een beetje volgt hoe ze hun weg bewandeld hebben en hoe ze hun liefde hebben geprobeerd op te bouwen en tijd voor elkaar te nemen onder die lastige omstandigheden. Dat is fascinerend om te zien. Maar dat briefje van de vader, Henk, dat is wel heel erg uniek, want daarin omschrijft hij ook wat daar bij Jakma is gebeurd in Zwolle aan die Assendorpenstraat. In de gevangenis hier in Zwolle zat Pim Lindeborn gevangen. Het was ons veel waard om die eruit te halen. Een bespreking vond plaats in het huis van de familie Jakma. Assendorpenstraat 110. Willy Jakma had een boekhandel, Annex Bibliotheek. Een goed adres om gebruik van te maken en binnen te lopen. Samen met Dries, Sip en Anton. En Anton is Anton Wisman, een van de bankrovers. Hebben we besloten om gebruik te maken van iemand die contacten had in de gevangenis. De laatste bespreking zou plaatsvinden op 21 maart 1945. Zelf ben ik de volgende dag richting Almelo gegaan om leden van de knokploeg Almelo erbij te betrekken. Diezelfde dag deden de Duitsers een inval in dit pand. Dries werd ter plekke neergeschoten. Sip en Willy werden meegenomen en zijn later gefusilleerd.
kent ook vele lijntjes, verhaallijntjes, dat William Jakma, van wie de boekhandel was, die is op 29 maart is die gefusilleerd. En dus eigenlijk ja, 2 weken voor de bevrijding. Dat zijn ook hele wrange gedachten die je daarbij hebt. Mijn moeder, mijn tante, ik noem het mijn tante, het was mijn tante helemaal niet, maar zo zijn we dat later gaan noemen. Die is via Westerbork en een omweg teruggekeerd in Zwolle. Maar ja, haar man was er niet meer. En toen is gaandeweg het idee ontstaan dat mijn vader samen met haar Jakma heeft voortgezet. En op een gegeven moment heeft mijn vader dat solo gedaan. En in een nog later moment heeft mijn oudste broer heeft de zaak overgenomen. Maar het is ja voor ons allemaal, voor alle 6 de kinderen, is het een prominente plek binnen onze familiegeschiedenis. De 21 maart 1945 is geweest dat er een bijeenkomst was boven de boekwinkel. Die was al dicht. Het was begin van de avond. Maar vlak daarvoor, toen was mijn moeder, die had een boodschap afgeleverd daar op dat adres met de fiets. En toen zei een van de bewoners van dat pand, G. Jakma, die zei, joh, je hebt er al zo'n eind op zitten, blijf hier overnachten. En dan kun je morgen weer verder. Maar mijn moeder zei, nee, ik moet nog 1 boodschap wegbrengen naar Heten. En dat heeft zij gedaan. Nou ja, en pak een beetje 2 uur later is daar een inval geweest op dat bewuste adres. Ja, met aardig wat gevolgen. Ik ben eens begonnen met die musea hier in de omgeving te bezoeken. Echt van Nijverdal tot Friezenveen en van Almelo tot hele kleine dorpsarchieven in Kloosterhaar bijvoorbeeld. Vervolgens naar het destijds Historisch Centrum Overijssel, nu is het Collectie Overijssel in Zwolle. Daar heb ik het nodige gevonden. Ja, ik heb hier bij de Collectie Overijssel een veelheid aan archiefstukken teruggevonden die mij hebben geholpen om het boek te completeren. Soms zijn het hele kleine puzzelstukjes, soms zijn het belangrijke documenten. Nou, een van de documenten die ik hier heb is de bevestiging dat William Jakma, die zelf in het verzet zat en die zijn woning ter beschikking had gesteld aan het verzet, wonende aan de Assendorpenstraat 110 in Zwolle. Hij dreef daar een boekhandel, dat was zijn dekmantel. Dat hij is opgepakt en uiteindelijk geliquideerd. Samen met nog 9 andere mannen zijn ze meegenomen. En er staat hier dat ze op de Grimberg, dat is tussen Wierden en Rijzen, met 10 man naast elkaar zijn gezet en zijn gefusilleerd. Ja, dus heel veel jonge mannen zitten erbij. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je ziet wat daar heeft plaatsgevonden. Maar het feit dat het is vastgelegd op zo'n document is natuurlijk uiterst waardevol als je dat allemaal in kaart probeert te brengen. Ja, het klinkt vreemd omdat het zulke verschrikkelijke gebeurtenissen zijn, maar het zijn toch kleine juichmomentjes omdat je probeert het beeld compleet te krijgen. En het zijn zulke waardevolle puzzelstukken. Iets anders wat heel mooi is, is ik heb een boek teruggevonden van de Twentse Bank. En dat is het personeelsboek. Het staat vol met foto's van de personeelsleden van dat moment. Dat gaat terug echt naar begin jaren 1900. Nou, afgezien van het feit dat daar allerlei namen in staan en foto's bij staan die het beeld verduidelijken, zat daar ook een personeelsreglement in. Op een heel dun blaadje, je hoort het knisperen, instructies voor het personeel. En dat begint dan met de tekst aan onze employés bij hunne indienstreding medegedeeld dat. En ik lees er 2 of 3 voor. A. Zij steeds op tijd present moeten zijn. B. Zij zich eerlijk, trouw en vlijtig hebben te betonen. Steeds goed uit de ogen moeten kijken, op zichzelf moeten vertrouwen en niet op anderen hebben af te gaan. Nou, dit is toch fantastisch als je zo'n personeelsreglement vindt. En dan denk ik bij mezelf, die Dirk Smoes, die commandant van die knokploeg, die kluis uiteindelijk heeft leeggehaald, die heeft 13 jaar bij dit bedrijf gewerkt, voordat hij bij de Nederlandse Bank kwam. Dus die heeft onder dit regime, onder deze regels, heeft hij zijn werk moeten doen. En dat zijn al die kleine puzzelstukjes. Als je dan een boek schrijft en je wil de sfeer van destijds oproepen, dan is dit van ontzettend groot belang. Ja, hier op deze plek, bij deze kolom, bij deze pilaar, zat Dirk Smoes. Commandant van de knokploeg, hier in Almelo. Daar heeft hij 13 jaar lang gewerkt. Van 1930 tot 1943 heeft hij hier op deze plek gezeten. Naast die pilaar, als medewerker van de Twentse Bank. Het is nu een restaurant zoals we kunnen zien. Het was voorheen de ABN en later de ABN AMRO Bank. Maar hij zat hier samen met Jan Meings,
zijn maat ook in de illegaliteit, heeft hier zijn eerste plannen ontwikkeld om in het verzet te gaan, om deel te gaan nemen in de strijd tegen de Duitse bezetters. En hoe bijzonder is het dan dat we hier op diezelfde plek staan waar hij 13 jaar lang zijn werk heeft gedaan. We hebben foto's gezien van dat hij daar zat, zoals dat toen heette, en misschien nu nog wel, met een open schilderkraag. Nou, dat alleen al viel op. Dat was niet conform wat toen de meeste bankmedewerkers droegen, dus daar, ook daar weer het non-conformistisch gedrag. Hij is op voorspraak, dacht ik, destijds van de directeur van de Nederlandse Bank, van de Twentse Bank naar de Nederlandse Bank gewild om de mogelijke uitzetting voor de arbeidseinsatz om dat te voorkomen. En is, ja, maar toen zat hij al, begon hij al wat verweven te raken in het verzet. En daar is dus dat geldtransport aan de orde gekomen. En ja, van het ene is toen, zeg maar, toen het andere gekomen. Daar komt het toch een beetje op neer. De hele situatie met de Duitse bezetting en de Duitse inval, dat ervoer hij als een groot onrecht. Waar je maar één ding tegen kon doen en tegen te strijden trekken, op welke manier dan ook. Ik hecht er wel aan om erbij te zeggen, al die mensen die daarmee zijn begonnen, maar is natuurlijk helemaal niet de enige, er zijn veel meer mensen die het hebben gedaan, wisten niet waar het uiteindelijk zou eindigen, hoe het zou gaan lopen. Je begon ergens aan en dat kun je bijna ook overal terugzien. Je komt van het ene naar het ander en dan sta je op een gegeven ogenblik in één keer voor een aantal beslissingen waar je in het begin, toen je eraan begon tegen dat verzet, helemaal niet bij stil hebt gestaan dat dat zou kunnen. Niemand heeft er ooit rekening mee gehouden van dat het wat hun leven zou kosten en wat de consequenties daarvan zou zijn. Je kon ook niet inschatten in het begin wat de reacties van de bezetter toen zouden zijn. Dus wat heeft dat allemaal opgeleverd? En de ellende die zich langzamerhand in de wereld ontwikkelde, dat heeft die mensen natuurlijk zeer aangegrepen, waardoor ze zich sterker gemotiveerd voelden om nog meer te doen dan ze wellicht oorspronkelijk van plan waren. En waarom doe je dat? Waarom ging je deelnemen aan het verzet? Ja, dat besloot je eigenlijk in een split second. En ik denk dat beide nesten waar mijn ouders uitkwamen, wel gedreven door het geloof, door ook socialisme, dat ze er geen seconde over na hebben hoeven te denken. En vrienden, vriendinnen die er al in zaten, zoals de oudere broer van mijn moeder. Die heeft daar min of meer geronseld voor het verzet. En zo zijn ze erin gerold. De overval, dat is een mini-anekdotetje geweest. En verder in de oorlog, in het verzet. Kijk, wat ik gaandeweg wel ben gaan proeven bij mijn moeder, is dat, dat zij ook zoiets had van het ging altijd over die overval. En daar was ze denk ik in zekere zin wel een keer klaar mee. En dat illustreert het wel mooi. Ik heb mei 2019 heb ik een 4 mei lezing gegeven. Voorafgaand had ik haar dat verteld. En je moet het ook een beetje verkopen. Dus ik had een affiche gemaakt, wel met de foto van mijn ouders. Met de titel, mijn vader was een bank overvallen. En die affiche liet ik aan mijn moeder zien. 93. En ik was koerierster, zei ze. En ze had natuurlijk volkomen gelijk. Maar het vat het wel heel mooi samen, toch ook het sentiment. En toen hebben we voor de vorm hebben we ook nog even één affiche gemaakt met mijn moeder was koerierster. Ik vind dat het geheel, geheel moet worden gezien in de ontwikkeling van die mensen. Die komen niet zomaar ergens vandaan. Die hadden vroeger al hun eigen opvattingen over maatschappij en samenleving en recht en onrecht. En dat culmineerde in het verzet op een gegeven ogenblik. En bankoverval is daar één ding van. En het was niet alleen onze vader die dat heeft gedaan. Het waren mensen allemaal vanuit hun eigen maatschappelijke opvattingen die samen met hem dit soort dingen deden. En de bankoverval is dan wel een toevallig een aanspreker niets, maar zo had je ook de overval van de gevangenis in Leeuwarden. Dat sprak ook aan. En zo zijn er veel meer mensen die vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid al dit soort zaken hebben ondernomen. Ook vaak ten koste van hun eigen leven. De allergrootste ontdekking heb ik gedaan na een zoektocht van meer dan 5 jaar in het archief in Engeland, in Kew, de National Archives. En daar heb ik stukken gevonden van Winston Churchill.
En het gerucht ging al langer dat de prime minister van Engeland, Winston Churchill, toch een van de wereldleiders op dat moment, dat hij op de hoogte zou zijn gebracht over het welslagen van deze bankoverval. Nou, ik denk dat is een broodje aap verhaal, dat kan niet zo zijn, dat het gaat toch niet tot het allerhoogste oppercommando door. Maar ik ben gaan zoeken en uiteindelijk, pas een halfjaartje geleden, heb ik deze documenten gevonden. En daar staat inderdaad in een verslag, een top secret stuk is dit, staat er ook groot boven, aan de prime minister in Engeland. Daarin wordt gerapporteerd over de belangrijkste oorlogsdaden. En dan staat er gewoon letterlijk in, about 46 million guilders were obtained from a successful raid on the Almelo branch of the Netherlands Bank. En dan denk ik, wauw, die man die heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan zulke details te horen. Maar toch, dit dringt tot hem door. En waarschijnlijk heeft hij gedacht, where the fuck is Almelo? Of all places, niet in Londen, niet in Parijs, niet in Amsterdam, maar in Almelo is de grootste bankoverval ter wereld gepleegd en is 46 miljoen gestolen. Ja, dat is zo'n kers op de taart. En als hij dan zo lang onderzoek doet, dan is dit gewoon prachtig dat je dit vindt. En het is allemaal verwerkt in het boek. En uiteindelijk zijn dat de details die mij ook de energie geven om weer verder te zoeken. Je ziet hier nu een stuk of 40, 50 boeken liggen. Ik heb er wel 100 gelezen, maar een aantal is teruggegaan naar de Biephof heb ik geleend. Ik heb hier 7 mappen staan, ordners vol informatie. Dat is wat ik geprint heb. Het digitale archief is nog 3 keer zo groot. Dus ja, dit is een enorme berg. En soms kom je hele onverwachte dingen tegen. Uiteindelijk het sluitstuk was die bankoverval. En omdat er zoveel geld mee gemoeid is, vinden we dat allemaal spannend en interessant. Maar ze hebben natuurlijk allerlei treinen overvallen, distributiekantoren overvallen. Ze hebben spoorrails opgeblazen. Ze hebben zoveel meer gedaan. Nou, en dat heb ik allemaal in het boek beschreven. Je hebt beeld heb je van je ouders, van ja, de laatste jaren in je eigen herinneringen. Maar die spelen zich natuurlijk totaal niet in die oorlog af. Zoals zij elkaar hebben leren kennen. En daar krijg je dan in één keer een bewijs van. En dan is het ook nog eens een keer bewijs wat natuurlijk een hele mooie ondertoon heeft. Gewoon van 2 mensen die hartstikke gek op elkaar zijn. Mijn vader heeft vrij geruime tijd ondergedoken gezeten, ook voor diverse adressen. Mede natuurlijk ook, hij werd gezocht naar aanleiding van die bankoverval. Maar ja, hij had mijn moeder in die tijd ook leren kennen. Nou ja, ze waren gek op elkaar verliefd. Ik denk dat het 42, 43 is geweest. Dat mijn moeder, maar dat is echt een beetje uit het hoofd, bij een distributiekantoor werkte waar mijn vader dan wel eens kwam. En volgens overlevering heeft daar de eerste ontmoeting plaatsgevonden. En van daaruit is het contact verder ontstaan. En dat, dus ze hebben elkaar echt in de oorlog leren kennen. En daar is ook wel, weet ik nu, de prille liefde ontloken. Tussen die brieven zat ook 1 gedicht, wat mijn vader voor mijn moeder heeft geschreven. En die eerste regels, die vind ik prachtig en die staan helemaal voor die tijd. Heeft hij geschreven op 30 april 1944. Rust komt eerst als zij mij kust. Nu is het heimwee en verlangen. Dolen, zwerven. Keer op keer.